In ieder geval, ja. Nou ja, dit is heel random. I know, ik zit ook nog even te kutten met die laptop. Zeg dat ik erachter kom dat mijn scherm in één keer niet goed stond. Maar hey guys, leuk uit mijn kanaal. Ik ben Laurens en vandaag is er een nieuwe Detroit Become Human. En mijn horloge is helemaal verrot. Nou, jullie weten wat Detroit inhoudt. Ik weet niet wat er met de vorige keer om was gebeurd. Peter Jimmy geboren. Strafblad geen. Oh, hij heeft geen strafblad. Wow. Wat moet hij nou scannen? Nou, ik heb mijn telefoon laat op. Is hij dat? Nou, jullie weten, ik weet niet wat er met de vorige aflevering is gebeurd. Volgens mij ken ik hem. Volgens mij moeten we deze gozer hebben. Geboren politieinspecteur. Stel jezelf voor, praten. Lieutenant Anderson. My name is Connor. I'm the android sent by Cyberlife. I looked for you at the station, but nobody knew where you were. They said you were probably having a drink nearby. I was lucky to find you at the fifth bar. What do you want? You were assigned a case early this evening. A homicide. Even trouwens een heel ander dingetje. Ik ben blij. Blijkbaar is Fortnite dood aan het gaan. Ik hoop van wel. Ik heb echt neemt wel Fortnite. Minecraft komt terug. Terug. Especially not from a plastic asshole like you. Just be a good little robot and get the fuck out of here. Overtuigend, begripvol. Overtuigend. I think you should stop drinking and come with me. It'll make life easier for both of us. Begripvol. I understand that some people are not comfortable in the presence of androids, but I am perfectly comfortable. Now back off before I crush you like an empty beer can. Drank hoor, nog een drankje kopen buiten wachten. You know what? I'll buy you one for the road. What do you say? Bartender, the same again, please. See that Jim wonders of technology. Make it a double. Wat? Had je het over moord? Wow, oké. Okay. Wow. Oh. Dit lijkt op Heavy Rain. Ik kan het trouwens nog helemaal slapig uitzien, I know. En ook zo klinken. We komen aan op een moord. De gekke rockmuziek aan. Maar ik ben ook net wakker. Het is 1 uur 10 over 1 bij mij. Geduldig, revolutionair diplomatiek. My instructions are to accompany you to the crime scene, Lieutenant. Listen, I don't give a fuck about your instructions. I told you to wait. Interesseert mij helemaal geen reet. So you shut the fuck up and you wait here. Douglas for Channel 16. Can you confirm that this is a homicide? I'm not confirming anything. Have you said anything? Typical DPD. They don't tell us shit. Androids are not permitted beyond this point. It's with me. Jij mag stikken in je spuug. What part is staying in the car didn't you understand? Your order contradicting. Oh. Touch anything and you stay out of my way. Got it? Got it. Evening, Hank. We were starting to think you weren't gonna show. Yeah, that was the plan till this asshole found me. So, you got yourself an android, huh?
Oh, very funny. Just tell me what happened. We had a call around 8 from the landlord. Vol instructies van dingen op, ja. En dan moeten we terug naar die auto. Jesus, that smell was even worse. I am alive. The victim's name's Carlos Ortiz. Oké, we gaan eens daar kijken. He has a record for theft and aggravated assault. According to the neighbors, he was. Dat is drugs, volgens mij. Kind of a loner. Stayed ja, zie je? Most of the time, they hardly ever saw him. Well, stayed easy. And worth calling everybody out in the middle of the onderzoeken. Could have waited till morning. I'd say he's been there for a good 2 weeks. We'll know more when the coroner gets here. Right. There's a kitchen knife over here. Probably. Hoe is het nou weer? Hoe is weet dat monster? Analyseren. Geen vingerafdrukken en Android bij betrokken. Oeh. Nope. Alle vinger Androids hebben dat niet. All the windows were boarded up. The killer must have gone out the back way. What do we know about his Android? Not much. Opgedroogd bloed. Nou, dat is wat licht. Hij is dus al een tijdje. Kijk, ja, daar zit nog heel veel sporen, daar niet meer. Dus gaan we eerst even deze doen. Gaan we eerst naar de kast. Oh nee, nou, gaan we, laten we eerst even de tijdje doen. Ik moet wat air. Make yourself at home. I'll be outside if you need me. Dat was het kaartje van een stripclub. De deur is er. Oh. 19 dagen oud. Nou, hier zal het ook weer zijn. Onderzoeken. Teken van worsteling. En die stoel is helemaal verrot. Kijk, want er zit hier ook wat op die muur. Ah, zit er ook wat op de grond. Oh, maar die hoeven niet. Oké. Heel veel bloed. Hier is het weer. Plastic wind. Nou, ik weet niet of je deze tijd leeft, maar heel veel meiden zijn tegenwoordig van plastic. Veel meiden, niet alle meiden. Niet dat jullie in één keer denken, wow, weet je wel. Ik ga niet lezen. Nou, het moet wel. Oh, touchpad moet dat natuurlijk. Nieuwe app, processor voor directe vertaling van taal. Vorige. Nou, zal wel. Daar hoorde dat moordwapen hier gepakt, ja. Nou, was ik ook nog wel. Waarom lig hier een hond op knuppel? Dit is trouwens oren. Dit is denk ik van die vent. Wacht even, wat staat daar? Oorzaak zware klap, sporen van. Aha. Hier heb je misschien die klap opgevangen. Die van aanval, emotie, oké. Okay. Hij was hier. Heb je hem zo, wop. Kablam. Nou, misschien was hij was drugs natuurlijk. Dus misschien moet hij agressief van, nee, dat neem ik niet aan. Weer van alcohol. Nou, hier gaf hij nog een knal. Toen uiteindelijk dacht hij, ik zie een mes. Maar het is dus een Android. Toen pakte diegene daar het mes en deed zo. Tjak. Oké.
Toen viel deze achterover, dus hij is tik gevallen en toen was het klaar. Chris, is this written in the victim's blood? I would say so. We're taking samples for analysis. Dit zat ook nog een pijl naar beneden, zag ik. Pagina 1. De uitslag van onze enquête is binnen. 8/6 van de mannen heeft liever seks met een android dan met een echte vrouw. 2/5 van de mannen zeggen dat ze het minst 1 keer hebben geprobeerd en dus geen gebrek aan liefde voor androids. Oké. Lekker om dat te weten. Er zijn een paar redenen genoemd voor deze voorkeur, maar wij denken dat de echte reden is androids hoeven na de daad niet over hun gevoelens te praten. Dit verhaal is gesponsord door... Oké. Is er hier in de gang verder nog wat? Moet bij dat ding kijken. Red ice. Seems our friend Carlos liked the party. Chris, I want full analysis on the narcotics. Loop niet voor me. Consider it done, Lieutenant. Het is heel net geschreven. Ah, die liggen er al een tijdje. Interne bloeding. 28 steekwonden. Meer dan 19 dagen geleden overleden. 28. Ah, die persoon is goed tekeer gegaan. Ja, dat snuifde die guy. Overleden lengte 1,68. Dat ben ik, hij is zo klein. Gewicht 130 kilo. Oké, dat ben ik dan weer net niet. Hij is overleden 11:30. Oké. Wacht even, wat stond er nou? Strafblad, diefstal en geweldpleging. Oké. Er lag hier wat. Slachtoffer viel hier. Maar waarom 1? Twee, drie, vier, vijf, zes keer. Hij heeft 6 keer al gestoken, dus hij is uiteindelijk meerdere malen doorgegaan. He was stabbed 28 times. Yeah. Seems like the killer really had it in for him. Rapporteer aan. Wat? Onze bewijs bekijken. Ja, maar ik heb nog niks anders. Er is hier niks. Wat is hier buiten? Hier is niks. Hier, rapporteren aan inspecteur Andersson. Ik mis een bewijsstuk. Was dat niet daar? Lieutenant. I think I figured out what happened. Oh, yeah? Shoot, I'm all ears. It all started... in the keuken. In the kitchen. There are obvious signs of a struggle. Question is, what exactly happened here? I think the victim attacked the android... met a knuppel. With the bat. Lines up with the evidence. Go on. De android stak de slachtoffer. Slachtoffer stak de android. De android gooide de stoel. De android stak de slachtoffer. The android stabbed. Sorry for the lag. So the android was trying to defend itself, right?
Okay, then what happened? The victim fled to... Vluchtte naar... De woonkamer. The living room. Aha, bij de tafel lag er nog wat ding. And he tried to get away from the android. Alright, that makes sense. The android murdered the victim. Met een mes. With the knife. Okay. Your theory's not totally ridiculous. It doesn't tell us where the android went. It was damaged by the bat and lost some theory. Lost some what? Therium. You call it blue blood. It's the fluid that powers Android's biocomponents. It evaporates after a few hours and becomes invisible to the naked eye. Oh. But I bet you can still see it, can't you? Correct. Yeah. Zoek sporen van blauw bloed. Die is weer teruggelopen. Naar hier. En nee, daar komt ze vandaan, dus is hij sowieso naar links gevlucht. Sowieso naar hier gevlucht. Wat is dat hier? Onderzoeken. Even wachten, mensen. Oké, we zijn weer terug. Kijken. Oh nee. Maar ik wil nog even meer onderzoeken. Hallo. Openen. De bloedspoor liep hierheen. Oké. De wang schrijven. Wow. Kruin rond met je rechter joystick. Oké. Aha. Oké, maar nu...
Waar zijn de sporen nog meer? Maar daar is nog wat aan de hand. Oké, dit is openen. Doe het openen. Dank je. Waarom is mijn lampje gevallen? What the fuck? Ik ben een stukje van mijn lampje kwijt. Analyseer. Ja. Door was locked from the inside. Killer must have gone out this way. There are no footprints apart from Officer Collins' size 10 shoes. Well, this happened weeks ago. Tracks could have faded. No. This type of soil would retain a trace. Nobody's been out here for a long time. Er is hier ook nog wat. Hey, 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 what are you doing with that chair? I'm going to check something. Kom ook heen. Check something. Klimmen. Openen. Omhoog. Ik vind het zo creepy. Oké, die persoon heeft zich sowieso hier verstopt. Oh, ik kan niet zo. Ik ga een jumpscare krijgen, dus leuk als jullie gaan schrikken. Schrikken van mij bedoel ik. Openen. Aboe. Ik wist het. Nog meer. Bloedspoor. Wat een vol zolder. Wat moet je daarmee? Allemaal die troep, wat moet je me? Ik haat dit zo erg. Ook al is het hier een licht, daar een licht, en daar mijn gordijn zit ook nog dicht, mijn deur zit open, alles. Pak een pistool, knal hem overhoop en dan weet je genoeg. Oh, ik ga schrikken. Ik hoor voetstappen. Ik heb hier zo'n hekel aan, hè. Misschien wel, hè. I was just defending myself. He was gonna kill me. I'm begging you. En toen lagde die even. Again. Connor, what the fuck is going on up there? It's here, Lieutenant. Oh shit. Chris, Ben, get your asses in here now. Come on. Hij verraadt hem. Verraaier. Oké, we hebben heel veel. Waar heb je serieus hier bijna alle stappen voltooid? Oké. Maar mensen. Mensen, ik hoop dat jullie... Stream, wat? Ja, laatste ben ik alleen maar aan streamen in plaats van aan het uploaden. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Laat zeker een like achter. Hoop ik te zien bij een volgende video. En ga ik zeggen wat ik altijd zeg. Dat later wordt.